Dat is zo sticky en toch is die korst nog zo super zalig krokant. Wat een smaak. The question is, willen we wel op vakantie naar Korea? Ik weet het niet, geef mij maar toch iets minder geblokt zo, maar het Koreaanse eten vind ik wel echt top. Een van mijn lievelingsrestaurants is Maru in Brussel. Als je er nog andere weet, laat het me zeker weten. Dan deel ik het gewoon, dat is ook tof. Maar wat ik al super veel heb zien voorbij komen op social, op YouTube, is double fried Korean chicken. En mijn automatische reacties. Waarom is dat double fried? Omdat daar eigenlijk nog een fantastische, sticky, hot sauce rondkomt. Dat is echt street food, Korean street food, ten top. Dus willen we naar Korea? Eigenlijk wel, hè, mannetjes. This is chicken wings. Zo kennen we ze, hè. Dus je hebt daar eigenlijk drie delen aan, zo dat klein chopsje hier, en dan de ondervleugel en de zij. Eigenlijk dit en het handje moet er niet bij, de vingers moeten er niet bij. Dus dat gebruik je, dat houd je maar voor de soep. Hè? Of je pocheert ze en je geeft ze aan je hond, want dat zijn echt zo super zachte beentjes. En dan gaat hier dit gewricht ook door. Dus dan heb je het bovenste deel en het onderste deel. Die gaan in een grote kom. Nu zit het daar, hè. Jij hebt chicken geroken, zeker. Ik zal dat doen voor een jongen. Voilà, dat zijn de kippenvleugeltjes. En als ik die koop, dan spoel ik die eerst eens. En dan ga ik die goed gaan droogdeppen. En ik voel altijd dat er daar zo... Ja, ik spoel die totdat dat water mooi klaar is. Ik vind dat daar nog veel onzuiverheden bij zitten. Dus goed spoelen... En droogdeppen. Voilà, die kleine stukjes gewoon opkoken. Een beetje water. En dan zijn die ook blij, hè? Billy, ben jij blij? Wat gaan we daar nu allemaal bij doen? Baking soda. Dat gaat vooral zorgen dat die korst super krokant wordt. Maïzena en bloem. Drie eieren. Ik kan ook show geven. En dan mengen, hè. De bedoeling hier is dat je zo in het begin zegt van, wat is dat hier? Maar je gaat blijven mengen, zo een schoon papje creëren rond elk stukje kip. En dat is wat we willen. De eitjes van mijn chickies zorgen voor een mooie gele kleur. Dus dit heb je dus nodig, hè. En dan mag je kiezen ofwel in een grote kookpot, ofwel in je frietpot, maar zonder mandje, want anders gaan die eraan hangen, hè. En dan gaan we ze voor de eerste keer bakken. 160 graden, 8 minuutjes. Make sure they don't stick to the bottom. Dus mooi loshalen van de bodem moesten ze kleven. Maar je mag altijd wel zo'n beetje roeren, hè. Voilà, het is hier al gebakken. Oké, ik ga ze eruit vissen. Voilà. We vissen ze er allemaal weer uit. Temperatuur gaat naar 180. Dan bakken ze 6 minuutjes en dan mengen we ze in de lekkere saus. Voilà, zo de korstjes weghalen, dan is uw olie weer mooi proper. Oké. Wauw. Ik zou dat nog graag hebben zo, kot. Goed, wauw. Olala. Ziet die korst, ziet die kleur. Luister naar die crunchiness. En nu zingen ze, please, doe mij in de sticky sauce. Oké, dan gaan we vlug de saus ineen draaien. Eetlepel arachideolie. De look gaat erbij, fijne stukjes. Laten we even opbakken. Als die lichtjes gekleurd is, mag de honing erbij. Ketchup. Opgepast. Hot. Last but not least.
natuurlijk de gochugang. Dat is een pasta van chilipepers. Dat is echt een typisch Koreaans ingrediënt. Het is redelijk spicy, maar I love spicy, dus je moet zelf een beetje kijken wat je aan kan. Oké. Ik krijg al het water in de mond, hè. We zijn er bijna. Het papiertje gaat eruit. En dit is crunchy. Hè. Kijk naar die mooie, super crunchy korst. Zo zou Grace eten. Dit doe ik er niet bij voor Grace. Maar zo vindt zij ze fantastisch. En dan mag de saus erover. En dat is nu echt typisch Koreaans. Hè. Dat is zoiets dat wij niet gewoon zijn op iets krokant een saus gaan gieten. En dan komen ze schoon glazig. Het beste is van ze gewoon zo'n beetje op te schudden. Wow, ziet dat af. Dat is echt, ja, waanzin, hè? Ik vind dat waanzin, dit. Waanzin. Warm, krokant, sticky, spicy. Oeh. En dan krijg je dat normaal gezien zo in een zakje of in een bakje. Oh la la. Zet de pintjes maar dichtbij. Want dit gaat smaken. Ik zie nog wel eens mensen alleen maar zo tot hier. Alles is goed, hè? In zo'n jong pijpajuintje. Dat mag echt tot vanachter het groen ook meegesneden worden. Wanneer is jullie cheat day? Bij ons is het vrijdag, maar eigenlijk kan dat elke dag. Eén keer in de week. Zonder probleem. Volgende keer maken we nog iets crazy lekker en dat is een cheese steak. Dat is een broodje met fijn vlees ertussen, gesmolten kaas, echt de max. Dus swipe up die handel en dan mist je niks. Ik ga er even liggen zien. En dat is het, hè. Dat is zo sticky en toch is die korst nog zo super zalig krokant. Wat een smaak. Oh joh. En sappig. Oh, Billy, ik ben u vergeten. En de chicken wings voor Billy. En boter. Mooi, ja. Die bijt daar zelf niet op. Hè. Als je zot bent van Billy of Bullies, moet je zeker eens op Instagram kijken. Hè. Daar komt hem wel dikwijls een keer piepen. En ja, hij heeft zo een klein hartje op zijn neus. Dat is overdreven. Overdreven schattig. Wauw.